Ja, goedenavond mevrouw en heren. Welkom op deze persontmoeting. Ik geef graag het woord aan meneer Koster voor zijn analyse van de wedstrijd. Nou, daar kunnen we heel kort in zijn eigenlijk. We werden in de beginfase verrast waardoor we al heel snel achter stonden met 1-0. En toen zagen wij er gewoon niet goed uit. Uiteindelijk konden we wel vrij snel antwoord geven door de gelijkmaker. Goede voorzet van Guillaume, François en Benunga die hem, Joachim, die hem kan maken. En dan hoop je dat je de wedstrijd naar je toe kan trekken. Maar ik denk dat het heel bepalend is geweest. De rode kaart die vertrokken is door de scheidsrechter ten aanzien van Stijn. En nogmaals een bepalend moment. En ik zal de beelden terug moeten zien om te kijken wat er precies aan de hand is. Maar ja, goed. De een zegt wel waardespel, de ander zegt geen overtreding. Dus ik wil het zelf eens even graag terugzien. Maar het is wel een heel bepalend moment geweest. En ja, wij zijn niet bij machten geweest nadat de penalty binnengeschoten is om er wat meer uit te halen. Hoewel we wel de mogelijkheden ook gehad hebben. Schot nog van Guillaume, de lat en de paal die dan redding brengt. Maar ik heb ook begrepen dat er ook een doelpunt van Zeppel afgekeurd werd. Dus, alles bij elkaar is gewoon heel moeilijk om met 10 man een wedstrijd te winnen tegenwoordig. Ik kan de ploeg niets verwijten. Ik denk dat de ploeg er alles aan gedaan heeft en ook is blijven knokken tot het eind toe. Om nog voor een goed resultaat te gaan. Dus in dat opzicht, nogmaals, kan ik de ploeg niets verwijten. Maar het is op deze manier is een zure nederlaag. Omdat we natuurlijk gehoopt hadden op iets meer. In elk geval niet verliezen, laat ik het zo zeggen. Maar dat is niet gebeurd en dan zullen we de volgende wedstrijd moeten doen tegen Beverwaas. Dank u wel. Meneer Stalens, uw analyse. Ik denk dat de analyse fantastisch geland is door meneer Koster. Ik heb er verder weinig aan toe te voegen. We zijn heel goed gestart. Fantastische start met Veter, direct in de eerste minuten een goal maken. Kan niet beter, maar dan in die omschakeling, moet ik zeggen. De fase die je altijd krijgt na een doelpunt, even dat concentratieverlies, laten we ons toch weer pakken. Veel te makkelijk en dan kasseren we direct die 1-1. Dan denk je van, oei, het wordt weer zo'n avond, zoals we al vele meegemaakt hebben in dit seizoen. Maar gelukkig hebben we ons kunnen herstellen. Meer dankzij het feit dat die rode kaart van natuurlijk, daar moeten we ook geen doekjes om winnen. Dat heeft ons geholpen. Dat was een sleutelmoment. En dan maken we die 2-1, oké. Dan proberen we het uit te sturen. Vind je die man in het middenveld, die man meer. Heb je goede combinaties voor de rust, denk ik dat je het dan kan afmaken. En, ik denk Moes die dan een hele goede kans krijgt, alleen voor de keeper die nog een keer breed legt op Eidur. En dat soort zaken moeten we proberen af te maken. Je moet killer instinct hebben. Kun je aan de rust dan gewoon zeggen van verder op dezelfde manier verder te spelen en proberen dat derde doelpunt te maken en op zoek te gaan ernaar. Ook wel natuurlijk oppassen. Want we hadden een man, twee man overschot achterin. Zij speelden met twee spitsen redelijk breed uit elkaar. En de dekker kwam veel vrij in het middenveld, maar we hebben gekozen om die tactiek te behouden. Waarom? Omdat als de dekker dan opkwam met de bal en ze hadden balverlies, dan hadden we in principe een omschakeling man-man situaties. En daar hebben we toch wel een aantal keer kunnen van profiteren voor een aantal mooie kansen te creëren. Sleutelmoment 2 was de bal, zoals Adrie ook zei, op de paal van, ik denk dat van Guillaume François. Dat Bram nog even raakt tegen de lat, tegen de paal en ik weet niet wat allemaal, carambol. Die gaat er niet in. Dat is het moment waar we het geluk aan onze zijde hadden. En dat was het wachten tot dat derde doelpunt, het verlossingsdoelpunt van Bernd Evens. Maar ik vind dat we hadden het al langer moeten afmaken op dat moment en dan de wedstrijd veel rustiger kunnen uitsturen. Dank u vriendelijk. Zijn er vragen? Je hebt een vraag. Lorenzo, de club zoekt een nieuwe trainer. De vereniging zoekt een nieuwe trainer. Misschien is het niet meer nodig en zie jij het zitten om zelf hoofdtrainer te worden? Dat is nu niet aan de orde. Ik denk, ze hebben mij gevraagd of allee, ze hebben mij gezegd van jij neemt de taken van Bob waar tot we een opvolger voor u vinden. Ik ben werknemer bij Cirkel en ik moet me daaraan gehoorzaam. Dus wat dat betreft hebben ze gezegd van we gaan kijken hoe het zit. We willen met veel mensen spreken om de goede keuze te maken. Ondertussen ga jij verder en ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En wanneer dat die beslissing genomen wordt, zal ik overnemen. Ja, maar mochten ze uit de kandidaten niemand vinden en het aan jou vragen, zie je het dan zitten? Nee, mag zeggen dat op zo'n zaak. Nee, ik bedoel, je staat voor alles open, alleen moet het niet van mij komen. Want het is ook nu, deze zege kan misschien een nieuwe boost geven. Heb je het gevoel dat dit het vertrekpunt kan zijn? We komen een stukje dichterbij, hè, de blaas aan het beetpunt te pakken.
op gelijke hoogte. Natuurlijk is het niet goed voor ons dat Lierse wint, maar daar moeten we nu naar kijken. We moeten eerst en vooral proberen zelf die prestaties neer te zetten, die overwinningen te pakken. En eventueel ook zaterdag iets mee te nemen vanuit Bergen. Dat zou mooi zijn. En dan moeten we gewoon match per match in de toekomst bekijken. En dan zie je wel ondertussen als er al iemand anders aan het roer zit of ik het zelf nog ben. Een vraag voor Adrie. Ja, de voorzitter had een beetje druk gezet door die 9 op 9. Nu heb je 1 op 15. Hoe penibel is de situatie een beetje aanvoelen? Nou, het is natuurlijk heel vervelend dat we deze wedstrijd verloren hadden, want we hadden natuurlijk op wat meer gehoopt. Nou, dat is niet gelukt. En het enige wat ik doe is me focussen op de volgende wedstrijd aanstaande zaterdag. En dan proberen we daar de punten te pakken. Kijk, ik heb het al vaker gezegd. Moeten zit niet in ons systeem opgesloten. We willen wel heel graag. En de ploeg die wil heel graag. En ik denk dat we de ploeg hebben gezien die er alles aan gedaan heeft om deze wedstrijd tot een goed resultaat te brengen. Het is niet zo'n ABC'tje dat je elke wedstrijd wint. En wij zeker niet. Dus we moeten er hard voor knokken. Dat hebben we vandaag in elk geval gedaan. Weliswaar met 10 man. En tegenwoordig is het gewoon heel moeilijk om een wedstrijd tegen 10 man winnend af te sluiten. Dat is de realiteit. Je kan niet meer datgene brengen wat je normaal gesproken zou willen brengen. Maar ja, dat neemt niet weg dat het natuurlijk heel zuur is dat het op deze manier verloopt is. Misschien was de uitspraak een beetje ondoordacht, want inderdaad, ja, ook die ploegen is niet gemakkelijk zomaar punten tegen te halen. Zelfs al staat ze laatste met 4 punten. Dat geldt. Ik denk dat de competitie, dat iedereen van iedereen kan winnen. Misschien uitzonderingen de top. En daaronder is er van alles mogelijk en is het nog lang niet gedaan. Nog iemand een vraag? Ja, hoe frustrerend is dat nu voor een trainer als je zo die penaltyfase, want dat is inderdaad wel licht, zeer licht denk ik. Ja, nogmaals, ik moet het terugzien, maar wat ik gehoord heb, worden er van verschillende kanten, het is wel buitenspel, het is geen buitenspel. Heel licht geraakt, ik weet het niet, ik wil het graag zelf terugzien en dan kan ik er een oordeel over geven. Ik had ook nog een vraagje over, je hebt een spitsenprobleem, het is... Wat denk je dat ze er vandaag van gebracht hebben? Wat gewisseld? Het is vrij simpel. Ik praat niet over spelers die er niet bij zijn. Het gaat erom dat ik het moet doen met de spelers die er wel zijn. En ik vind dat iedereen keihard geknokt is en naar zijn mogelijkheden heeft gevoetbald. We hebben besloten om Manunga in de spits te zetten, omdat we dan toch ook naspeelpunt hebben en dat we dan door kunnen voetballen. Dat lukt een paar momenten, lukt dat heel goed. En dan moet je keuzes maken van hoe ga je het verder invullen. Nou, we hebben gekozen voor Wambetto, omdat die jongen toch ook een actie in de benen heeft, de snelheid heeft. Alleen jammer genoeg kunnen we dat niet op voorbeduren omdat de rode kaart valt. Dus dan moet je weer concessies doen, dat is jammer. Nog iemand? Nee? Dan wens ik u een veilige thuiskomst en zien we elkaar op een tiental dagen terug.